Henk, je hebt hier een expositie. Wat zien we hier allemaal? Dit is een foto-expositie samengesteld door de KNLTB, de tennisbond. 35 jaar van mijn werk en elk jaar hangt er dan een foto. Van 1976 tot 2011. Ik heb er zelf weinig hand in gehad. Ik vind het wel ontzettend leuk geworden. Maar het is een beetje een verrassing voor mij ook geweest. Ik heb wel op het laatst nog een paar foto's toe kunnen voegen, zoals die portretfoto van Arantxa. En hier zie je dus de hoogtepunten 1996, 1998. Diverse Davis Cup overwinningen, emoties. Dit is wel heel erg leuk. Daar kwam ik achter op een gegeven moment dat die pruik, dat een pruik was. Dat wapperende haar van Agassi. Ja, ik heb zijn boek gelezen, ik vond het een fenomenaal boek. Maar dat was wel een openbaring. Ja. Ik heb natuurlijk altijd zo gezien tot hij kaal geschoren was. Maar hij was gewoon altijd kaal. Ja, hier gaan we terug in de tijd. Zwart-wit, dat heb je ook nog gedaan natuurlijk. Dit is Richard Krajicek met Tom Okker. Dat is echt de kleine kraai. Nou ja, Borg, je ziet zijn... Als iemand dus een beker omhoog houdt, dan is echt het moment, is die volkomen euforie. Tom Okker uit zijn tijd. Arthur Ashe, zo'n beetje 76. En daar begon het allemaal. Wimbledon, de eerste opdracht die ik kreeg van de KNLTB was 1976. En dat was de Nationale Tenniskampioenschap in Scheveningen. Dus het begin van het begin. Jaar tennisfotografie, Henk. Ja. Dan vraag je natuurlijk automatisch, wat is je hoogtepunt? Ja, nou, ik heb in de categorie sport de zilveren camera gewonnen. En toen vroegen ze aan mij, wat zou je nou nog het mooiste vinden in je leven als je de zilveren camera al hebt gewonnen? Zou je dan nog willen? Nou, ik zou wel een Nederlandse overwinning op Wimbledon willen meemaken in mijn carrière. Nou ja, ik heb er dan twee meegemaakt. Eén in 76 met Krajicek. 96 met Krajicek en 1 in 98 met Harris Elting. Dus dat was wel, ik ben wel aan mijn trekken gekomen. Gaan we daar even naartoe, naar die foto's? Ja. Ja, deze foto hebben we natuurlijk al vaak gezien in allerlei kranten en tijdschriften. Krajicek die Wimbledon wint in 96. Ja. Wat is het verhaal daarachter? Dat is een heel verhaal. Ja. Ik werd op het laatste moment, 10 minuten voor 2, werd ik geroepen door de perschef om naar het Heilige Gras te mogen. Om daar met een Amerikaan, een Nederlander en een Amerikaan, een foto te kunnen maken van de twee finalisten. En ik heb de foto gemaakt, ze draaien zich om naar de andere fotografen. En op dat moment komt de strik even bij. En ik had foto's geprepareerd thuis. De beroemde Melissa, die half naakte voorbij liep. Precies, maar ja, die liep dus aan de andere kant voorbij. Dus in mijn originele positie waar ik zat op platform B had ik die foto perfect kunnen hebben. Maar ja, dat ging nu aan mijn neus voorbij. Dus al mijn werk, wat ik gedaan had in Nederland tijdens de vrouwenfinale, het verzamelen van foto's van ballenjongen, van Richard heb ik foto's van ballenjongen tot aan Wimbledon kampioen. Dat heb ik allemaal verzameld en gedistribueerd. Nou, daar kon zo de vuilnisbak in, want de strikker ging in alle kranten en tijdschriften. Deze toch ook wel, die van Krajicek? Deze heb ik goed kunnen gebruiken. Ja. En nog steeds. Hè? Ja. Het is natuurlijk, Krajicek is één keer Wimbledon kampioen geweest. En die foto die wordt regelmatig, meerdere malen per jaar gebruikt. Historische foto. Ja, absoluut. Ja. Ja. En je hebt ook een van Elting en Haarhuis. Dat was 2 jaar later. Dit is 2 jaar later, 1998. En hier zie je ook een beetje het verhaal, hè? Je ziet, dit waren tot dat moment de absolute hegemonie. Ja, de Woody's uit Australië. Ja. En nou ja, die te verslaan was iets fenomenaals natuurlijk. En je ziet hier dus ook gewoon de scores. En nou ja, matchpoint 10-8 in de vijfde. Ja. Geweldig. Ja. Het hele verhaal, die ballenkinderen lopen daar nog een beetje in de weg. Maar ja, dat doet je ziet ook een vreugde, hè? Op het is een ongelofelijke uitspatting. Ja. Ja, voor hun was het natuurlijk een waanzinnig hoogtepunt. Wat daar dus een dieptepunt is. De troost van onze toernooidirecteur. Toen nog, Raymond Sluiter, toernooidirecteur van de Tennis Masters in Rotterdam. Ja, die troost het verlies van Verkerk in de Davis Cup. Waar was dat? Tegen de Zwitsers. In Ahoy, denk ik. Dat was volgens mij in
In de Gelderdome. Oh, dat zou kunnen, ja. Ja. En dat was ook waar de grote Federer aantrad. Ja. Ja. Is in die 35 jaar de tennisfotografie erg veranderd? Ja, nogal. Ja. Van zwart-wit naar kleur. Dat was al. Het was 100% zwart-wit en het ging langzaam over het percentage naar kleur. En het is nu allemaal kleur natuurlijk. En dit soort foto's, dat maakte je vroeger niet. Dat kon niet, dat was not done. Dat had niemand wat aan. Maar dit, juist nu zijn dit de foto's. Dit is wel aardig, want ik was klaar. Dus het licht was op op Wimbledon. Het was grauw en grijs. En ik loop naar het perscentrum en ik zie dat er een zonnestraal doorbreekt. En ik zie vanaf het balkon. Ik had al genoeg foto's van Timo en ik loop terug. Timo de Bach? Ja, en ik loop dus terug naar het veld en ik heb net nog dat laatste stukje zonlicht en hij glijdt uit. En nou ja, dit is dan een hele mooie spectaculaire foto waarbij je zegt van dit zou je in het verleden nooit... Het was altijd een huppelende voorhand of een huppelende backhand of een over het algemeen vrij veel hetzelfde. Nu heb je veel meer kunst, hè? Ja, je hebt veel meer variëteit in dingen, zoiets bijvoorbeeld, ja. Dat zou je in het verleden nog 10 jaar geleden nog niet gezien hebben in de bladen. Wordt zo'n foto ook wel geplaatst met de blote billen? Ja, toch juist, wel. Ja, ja. Die is heel veel geplaatst zelfs. Ja. En nog steeds. In de Playboy? Nee, gewoon echt in kranten, tijdschriften. Ja. Ja. Het is natuurlijk vanuit een hele speciale hoek gemaakt. Ik hoorde op een gegeven moment dat ze een soort lingerie-achtig setje aan had. En toen dacht ik van ja, als dat zo is, dan moet ik toch zorgen dat ik vanuit de catacombe, vanuit van beneden af, iets kan maken zodat ik dat kan zien. Het is ook allemaal kant en het is een heel doorzichtig soort maillotje wat ze aan heeft. Dus ja, dan is zo'n foto vanuit de grond en vanuit achteren gemaakt ergens, is iets heel anders dan normaal.